Ik ben Joep en mijn collega Danielle. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om terug te pakken naar het ontwerp van 2018. Daar hadden we het over bloemetjes en bijtjes. En we hebben gezien, wij zijn handen in één. Wij werken met mensen met een verstandelijke beperking. En we hebben toen gezien hoe ontzettend onze mensen groeiden en in bloei kwamen door deel te nemen aan dit fantastische corso. En wij willen eigenlijk de herinnering terugpakken van 2018 om met onze cliënten en met iedereen weer in bloei te komen. Vandaar dat wij teruggepakt zijn op het ontwerp van 2018 en samen met iedereen, met andere corso-groepen, met het publiek, met iedereen weer in bloei te komen. We hopen dat alle mensen in Valkenswaard en verre omgeving ook deze intentie hebben om na een hele moeilijke tijd, anderhalf jaar, niet met elkaar zijn, weer bij elkaar kunnen zijn en met elkaar in bloei kunnen komen. Ik dank u wel. En zo bleef het nog wel even gezellig op het landgoed van Sapor aan de Hoeve in Valkenswaard. Logisch ook, want iedereen was opgelucht dat er weer een bloemencorso gaat komen.